Zaterdagmiddag, wolken en wind, staat de tijd even stil. Als de wedstrijd begint, en 11 goede vrienden die opstaan gesteld, dromen zichzelf in de rol van een held. En het handje vol fans, dat er elke week staat, schreeuwt alsof het om de Champions League gaat. De spits is een prutser, de scheids is een hond. Het veld is te slecht en de bal is te rond. In een wedstrijd die gaat om leven en dood. De budgetten zijn klein, maar de liefde is groot. Bij de helden van de Nederlandse velden. Zoveel echter dan de helden van de tv. Zijn de helden van de derde klasse D. Een goede assist of het diepe verdriet van een keeper die mist. Hoe laag ze ook spelen, hoe oud ze ook zijn, ze dromen nog steeds van een scout langs de lijn. Ook al zijn ze te traag of zijn ze te zwaar, ze hebben nog hoop en ze hebben elkaar. Het zijn de helden van de Nederlandse velden. De tegenstander scoort altijd en meestal in blessuretijd. Maar helden raken nooit hun dromen kwijt. Zo gaat het al jaren, zo moet het ook gaan. Hollandse helden staan vaak onderaan. Maar het voordeel is van laatste staan. Het kan alleen maar beter gaan met de helden van de Nederlandse velden. Zoveel echter dan de helden van de tv. Zijn de helden van de derde klasse D. Zoveel leuker dan AZ of Willem II. Van de derde klasse D.